Deze week in de 7 minuten serie alles over de huidige stand van zaken van de molens bij ons in de regio. En we staan stil bij het vak molenaar. Vandaag aandacht voor de vrouwelijke molenaar. In Oud-Alblas gaat Yvonne binnenkort op voor het landelijk examen. Ik ben Yvonne Roosendaal en ik woon op de Kooiwijkse molen in Oud-Alblas. En ik ben de vrouw van de molenaar. Mijn man noemt het een meidenmolentje. Nou, ik sluit me daar maar bij aan. Omdat hij, ik ben nogal veel met de tuin bezig. En er wordt ook wel eens een beetje grappig over gedaan. Een molen met een pergola, wie doet dat nou? Nou ja, ik ben heel graag in de tuin bezig. En dat moet je elkaar ook gunnen. Hij is graag met de molen bezig, ik in de tuin. En ook met de molen hoor, daar niet van. Maar we gunnen elkaar ons hobby's. En dat is leuk. Maar doordat het er buiten netjes uitziet, is het de meidenmolen. Mijn man was wat overwerkt. En toen dacht ik, nou, hij moet iets voor zichzelf gaan doen. Toen heb ik hem opgegeven voor een molencursus. En dat wilde hij wel doen, maar dan moest ik mee. Nou, voor één keer, dacht ik. Maar dat is iets meer geworden. En uiteindelijk heeft hij zijn diploma gehaald. En nu ben ik er zelf mee bezig. De molen hebben we zo goed als gestript. Want we wilden hem toch wel een beetje authentiek eruit laten komen. En er was ook heel veel onderhoud aan nodig, aan de inrichting ook. En aan het gaande werk moest heel veel gedaan worden, dus hij moest toch overhoop. En toen hebben we het maar meteen helemaal beter gepakt. Het heeft ons geen windeieren gedaan. De molen voor een zeer redelijke prijs, maar daar staat dan tegenover dat je bereid moet zijn om zelf de verf of teerkwast op de handen te nemen en klein onderhoud zelf te doen. De molen is een gevaarlijk instrument, dat klopt. En dat was ook een beetje de eerste reden om voor mezelf te beginnen met de examen hoor, of met de opleiding. Komt de nood aan de man, dan kan ik hem zelf stilzetten of anders zetten, want de wind verandert ook wel eens. Dat is alleen maar makkelijk als je het samen kan. En veiliger. Egbert, ik zet hem even stil hoor. Op Kinderdijk zijn er ook wel ongelukken gebeurd. Met een moeder verongelukt in een groot gezin. En dat is erg. En dat breng je als molenaarsvrouw ook wel aan denken van, ja, hoe had ik moeten handelen? En je doet evengoed nog wel eens domme dingen hoor. Want het zijn bewegende delen waar je niet altijd evenveel erg in hebt. En dat moet je dan, dat breng je dan ook een beetje over naar de toeristen. Van, het is allemaal leuk en aardig. Ook een gevaarlijk instrument. Want kom je te dicht bij de wieken, je zou gegrepen kunnen worden. Dat is gevaarlijk. Er kunnen grote ongelukken door ontstaan. Maar ook als je aan het malen bent en je weet niet wat er gebeuren kan. Ja, dat is gevaarlijk. Want je kan ook een stuk hout in je scheprad krijgen. En dan moet je toch wel weten hoe je handelen moet. De opleiding duurt van een jaar tot 2-3 jaar. Want je moet eigenlijk alle weersituaties meegemaakt hebben om goed met de molen overweg te kunnen. Er zijn meer vrouwen hier in Nederland. Ik kan geen aantal noemen. Een stuk of 50 zijn er zeker wel. Wat mannen kunnen, kunnen vrouwen ook hoor. Als je maar doorzet. Ja, een beetje doorzettingsvermogen heb je wel nodig. Zeker in zo'n mannenwereldje. Maar ze doen helemaal niet vervelend of zo, hè? Absoluut niet. Het lijkt wel of er een omslag er een beetje gekomen is van, oh, zij kunnen het ook. Het is best wel handig. En zeker als je met z'n tweeën op zo'n molen woont. Molen is voor de meeste molenaars hoor, niet alleen voor ons. Dat betekent een stukje vrijheid. Leven met de natuur, want je bent van wind afhankelijk. Ja, het eerste wat je ook doet als je 's morgens opkomt,
kijken wat voor weer is het. Kunnen we hem lostrekken? Of moet hij stil blijven staan? Ja, daar groei je in. Idyllisch is het denk ik niet. Ja, als het klaar is. Maar besef wel dat er daarvoor afgaand heel veel werk aan vast zit. Het klein onderhoud doet de molenaar zelf. De tuin, daar ben je ook best wel veel mee bezig. Wil je het er zo uit laten zien zoals het er nu uitziet? Ja, er zit meer aan vast dan dat je denkt. Ik heb nu mijn diploma, het is nog geen diploma. Ik heb nu mijn goedkeuring gekregen om voor het landelijk examen op te gaan. De provincie, het gilde van de provincie, die keurt eerst of je wel goed genoeg bent om voor examen op te gaan. En dat is nu gebeurd. Je spijt van je beslissing? Absoluut niet. Nee. Van beslissing molenaar worden niet. En om hier te wonen al helemaal niet. Nog geen kwart van de seconde. Nee. Ik hoop dat dat nooit komt. Totdat de wind gaat liggen misschien. Ja, mag voor mij een pootje blijven waaien. Echt wel. Als poldermolenaar is het altijd ontzettend leuk als je een echte herfstachtige dag hebt met een toenemende wind. Dat de molen lekker staat te rossen, zeggen we dan. Dat die lekker snel doordraait, dat het water eruit vliegt en te vliegen daar helemaal over de straat. En dat er echt een beetje pit in zit.